Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Myrthe en in de Webinar Secrets podcast ga ik in gesprek met succesvolle online ondernemers over de manier waarop zij webinars geven. Wat is de rode draad van een winstgevend webinar? Deze week ga ik in gesprek met Lieke de Bever. Lieke is ex-topsporter en nu voedings- en mindsetcoach. En in deze podcast gaan we het onder andere hebben over wat webinars haar tot nu toe hebben opgeleverd, waar volgens haar een succesvol webinar aan moet voldoen en ook hoe zij de toekomst van webinars voor haar ziet. Wat wordt in de toekomst belangrijker of misschien ook wel minder belangrijker als het gaat om webinars? Wil je meer weten wat webinars ook voor jouw online business kunnen betekenen? Meld je dan aan voor de masterclass Wereldwijd Online Ondernemen vanuit een Lege Agenda. Je kunt je gratis aanmelden via de link in de omschrijving van deze podcast. En ik zou het ook heel erg waarderen als je een review of een reactie wilt achterlaten op deze podcast, zodat nog meer online ondernemers zoals jij deze podcast zullen vinden. Lieke, waarom heb je besloten om webinars te gaan geven? Ja, goede vraag. Ik had natuurlijk op dat moment een business coach en zij vertelde me ook van hey, er zijn een aantal manieren om jouw fantastische product op de markt eigenlijk kenbaar te maken en een groter publiek mee bekend te laten zijn. En dat was eigenlijk het moment dat ik in eerste instantie gestart ben met een challenge op zichzelf en die op mijn eigen kanalen ben gaan verspreiden. En omdat die challenge eigenlijk zo succesvol werd, is de challenge uiteindelijk het product geworden. En toen moest ik natuurlijk gaan kijken van oké, binnen mijn bestaande kanalen had ik al heel veel over die challenges gecommuniceerd. En toen ben ik daar langzaam mee gaan adverteren. En toen besloot ik van, hey, hoe tof zou het eigenlijk zijn om een introductietraining te geven, waarna ik mensen dus introduceer met die challenge. En zo is dat eigenlijk ontstaan dat ik, ja, uiteindelijk zijn dat natuurlijk uitgegroeid tot masterclasses, waarbij ik nu specifiek op die masterclass eigenlijk adverteer. En die masterclass gebruik als entree naar het meedoen aan een challenge, wat een product is eigenlijk van een maand begeleiding. Ja. Ja, cool. Wat tof dat het zo ontstaan is. Ja, en dat heb ik met heel veel dingen wel in mijn bedrijf hoor. Dat een beetje zo dan gaandeweg zijn weg vindt. Dat je denkt, oh, eigenlijk is dit wel een goede manier. Ja, oh, tof. Want wat heeft dat jou tot nu toe opgeleverd? Want je bent uiteindelijk begonnen met een challenge. Is uiteindelijk nu een webinar geworden. Wat heeft het je allemaal opgeleverd? En bedoel je dan specifiek het webinar of de challenge? Ja, specifiek het... Ja. Het webinar eigenlijk, ja, het was eerst de challenge natuurlijk en nu echt het webinar. Dus ja, nu wat webinars voor jou en jouw bedrijf hebben opgeleverd tot nu toe. Ah, oké. Ja, uit die webinars haal ik eigenlijk al mijn deelnemers die meedoen aan mijn challenge. Dus het is eigenlijk echt een kennismaking voor hen ook met mijn bedrijf. Dus het is het eerste contactmoment wat ik met die mensen heb. Ik adverteer natuurlijk eigenlijk op een semi-warme doelgroep en deels ook koude doelgroep. En dan komen ze in mijn masterclass, in mijn webinar. En dan zitten ze natuurlijk ook deels in mijn kanaal. En als ze meedoen aan de challenge, dan hebben ze een maand lang heel intensief begeleiding van mij. En ja, mijn webinars zijn daarin op dit moment wel echt... die maken dit product op dit moment. En die zijn daarin echt van cruciaal belang. En eigenlijk zo belangrijk geworden dat ik aan het kijken ben van, moet ik niet ook wel ook mijn kansen een beetje gaan spreiden en ook langzaam gaan adverteren om mijn lijst te laten groeien. Zodat mocht het nu een keer zo zijn dat er ofwel een masterclass een keer niet door kan gaan of zo, dat ik niet 100% afhankelijk ervan ben, want nu zijn ze zo belangrijk voor me dat het bijna angstaanjagend is. Ja, wel interessant. Want, en waar zit je dan bijvoorbeeld nog meer aan te denken? Heb je daar al een idee bij? Nou, ik zou graag... omdat ik zei dat ik nu op een semi-warme doelgroep eigenlijk adverteer om ze dan in mijn masterclass of eigenlijk webinar dus te krijgen, zou ik ze graag ook nog via andere kanalen op willen warmen. Dus ik ben bezig ook met eigenlijk een aparte social media te maken voor deze specifieke challenge waar ik het dus over heb in de masterclass. Mm-hmm. En om dan eventueel dus ook nog met een e-book te gaan adverteren, maar eigenlijk mijn eigen lijst te laten groeien, ze warm te maken ook nog met mails en nieuwsbrieven, om ze eigenlijk los van dat webinar, of ze via die weg alsnog ook in een webinar te kunnen krijgen. Ook als ik dus een keer niet met dat webinar adverteer. Ja, precies. Ja. Dat is ook wel interessant wat je zegt inderdaad. Dat je niet 100% afhankelijk bent van echt alleen maar webinars geven.
Zeker, want dat wordt natuurlijk nu voornamelijk ook geadverteerd via Facebook. En we weten inmiddels allemaal ook dat de kosten langzaam steeds hoger worden. Dat het natuurlijk een platform is wat volledig binnen het monopolie van Facebook valt. Weet je, zij hebben het eigenlijk voor het zeggen. Je bent 100% afhankelijk van hun kanaal. En dat is iets waar je denk ik altijd voor op moet passen. Dus in die zin wil ik kijken of ik ook via mijn eigen kanalen een publiek warm kan maken. En dat gaat ook zeker gebeuren. Het is maar net hoeveel tijd en aandacht je daarin steekt. En dat is iets waar ik wel op dit moment mee bezig ben inderdaad. Maar terugkomend op de vraag. Ja, die masterclasses zijn mega belangrijk voor me. Ja, mooi. Ja, tof. Tof om te horen. En als we het dan hebben over zo'n webinar. Ik heb natuurlijk ook jouw webinar gekeken. Wat maakt volgens jou wat een succesvol webinar heeft? Welke elementen zitten daarin? Nou, wat ik heel belangrijk vind in een webinar, en dat is, ik heb een aantal webinars van anderen gekeken, ook een aantal waar ik echt een hele hoge irritatiefactor van kreeg, waarvan ik dacht van, hé, er wordt hier echt totaal geen waarde geleverd. En dat vind ik dus super belangrijk om dat wel te doen. En dat is ook misschien wel interessant, de manier hoe mijn webinar of masterclass eigenlijk ontstaan is vanuit echt die drang en die passie om mensen meer te kunnen vertellen over het onderwerp suiker in dit geval. En ik ben toen gewoon begonnen met, hoe kan ik, wat wil ik ze allemaal met ze delen? Weet je, wat wil ik dat deze mensen weten na deze avond? En ik heb dat stuk van waarde eigenlijk best wel groot gemaakt. En ik probeerde een beetje een balans te vinden tussen hoe diep kan ik gaan en ook niet te diep, zodat mensen nog wel aangehaakt blijven. Maar dat ze in ieder geval kunnen zeggen van, hey, wauw, daar heb ik echt zoveel van opgestoken. En dat is eindelijk iemand die de feiten, zeg maar, goed weergeeft en goed neerlegt. Om daarmee eigenlijk ook een bepaalde, nou ja, gunfactor te krijgen. Om ze in ieder geval met dat gevoel eigenlijk uit je masterclass te laten gaan van, hey, ik heb er echt onwijs van geleerd en dat is iemand die het echt goed snapt en het goed uitlegt. En dat vind ik het allerbelangrijkste, om die indruk achter te laten. En ik geloof dat dat dus je altijd meer resultaat gaat geven dan een mega commercieel of mega gescripte masterclass wat volledig om sales draait. Ja, true. Ja, eens. En hoe bepaal je dan, je zegt ook, je wil waarde geven, maar ook weer niet te veel, want je wil natuurlijk wel dat ze uiteindelijk mee gaan doen aan de challenge. Hoe bepaal je dat? Ik denk in relatie tot mijn vorige antwoord dat ik vooral probeerde in termen van die waarde dat ik niet te diep op de materie inga, omdat heel veel mensen dan afhaken. En ik denk dat het gevaar is van ondernemers die zelf wel heel diep in de materie zitten of die gewoon heel goed snappen van, hey, hoe wil ik mensen wat leren? Dat je soms al verder denkt dan dat jouw klant is. Dus heel veel dingen die ik als heel vanzelfsprekend aanneem en heel obvious vind, die zijn voor heel veel anderen nog helemaal niet vanzelfsprekend. En daar moet ik altijd heel goed de balans in houden. Dat ik denk, oh wacht, ga ik hier niet te veel op de details al in? Zijn die niet al te ver gevorderd, zeg maar, voor het punt waar de klant staat die ik eigenlijk het liefst aan wil spreken? Dus daar wil ik altijd eigenlijk voor oppassen. Maar los van dat geloof ik er eigenlijk niet in dat je te veel waarde kunt geven. Of dat je al te veel weggeeft. Want in principe zeg ik ook in mijn masterclass exact waar de oplossing zit. En wat je zou moeten doen om dit probleem wat je ervaart ook echt daadwerkelijk op te kunnen lossen. Ja. En ik geloof ook echt dat als je dat zelf zou willen doen, dat kan op basis van de informatie die ik je geef. Alleen de uitvoering daarvan, daar komt het dus vaak op neer. En daar bied ik hulp. Ja. Maar los van dat geloof ik er niet in dat je soort van te veel weg kunt geven. Nee, uiteindelijk is jouw product natuurlijk een logisch gevolg. De logische vervolgstap om, de eerstvolgende logische stap eigenlijk om het probleem op te lossen. Ja. Ja, mooi. En je zei het net al, je wilt niet zo'n heel gescript webinar. Hoe geef jij het webinar? Heb je een script of aantekeningen voor jezelf of doe je het echt volledig op de flow? Nou, ik heb natuurlijk mijn presentatie. En dat is grappig eigenlijk wel, want die presentatie heb ik helemaal in het begin dus gemaakt voor mijn allereerste keer dat ik deze masterclass gaf. En die heb ik op kleine details natuurlijk wel wat aangepast of een beetje bijgeschaafd. Alleen de hoofdlijn is altijd zo blijven bestaan. En dat is ook echt gekomen omdat die masterclass eigenlijk ontstaan is uit, gewoon op dat moment zat ik echt in een bepaalde flow. En ik wist gewoon van, oké,
dit is wat ik die mensen wil vertellen. En dat sloeg eigenlijk vanaf dag 1 aan. En ik heb hem inmiddels denk ik echt al meer dan 20 keer gegeven of zo, deze masterclass. En het verhaal blijft gewoon sterk, vind ik ook. En ik krijg er nog steeds heel veel goede reacties op. Dus in dat opzicht, ik ben gewoon begonnen en ik ben gewoon in een verhaallijn gaan denken van oké, hoe kan ik die mensen nu meenemen langs de theorie? Wat vind ik een logische opbouw? En hoe vertaalt dat zich uiteindelijk in dat ik ze ook nog kan helpen met dat probleem wat ik gedurende de presentatie ook nog eens blootleg? Dus ik had voor mezelf wel heel helder van oké, hoe moet dat script in dat opzicht er ongeveer uitzien? Op basis daarvan ben ik eigenlijk een presentatie gaan maken, ook met plaatjes, omdat ik vind dat dat heel veel toevoegt. Zeker ook in mijn presentatie, waarin ik echt wel wat dingetjes bloot wilde leggen en wilde laten zien. Ik laat letterlijk wat verpakkingen van producten zien, van kijk, hier moet je dus op letten en dit zet dan op die manier af tegen een ander, waardoor dingen echt op zijn plek vallen voor hun. Dus eigenlijk geef ik mijn masterclass gewoon aan de hand van die afbeeldingen waar ik mijn verhaal inmiddels kan dromen omheen. En dat maakt ook dat ik heel vrij dat die masterclass kan geven, want mijn afbeeldingen bepalen de structuur en de volgorde. En die klopt gewoon inmiddels ontzettend goed. En dan kan ik me daar heel vrij in bewegen. En dat krijg ik dus ook uiteindelijk terug. En dat is heel leuk. Dat mensen ook zeggen van hey, eindelijk iemand die het gewoon ook leuk weet te brengen, die er een leuk verhaal van maakt. En er heel veel waarde in stopt, zonder dat het inderdaad heel erg hakkerig is van oké, nu moet ik verkoperswaren wegnemen. Nu moet ik de pijn hebben. Dat doe ik niet. Ik vertel gewoon. En een heel groot deel vanuit mijn eigen ervaring ook. En dat spreekt heel erg aan. Ja, tof. Want heb je daar wel over nagedacht? Nou, ongetwijfeld. Ja, wat voor soort bezwaren kunnen ze hebben? En hoe ga ik dat gedurende het webinar wel wegnemen? Of zit dat echt gewoon, is dat echt gewoon puur jouw verhaal? Is het echt gewoon jouw passie en enthousiasme? En zit het er automatisch al in? Ja, eerlijk gezegd is het dat tweede. Omdat ik niet met een soort van lijstje van wat moet ik allemaal afwerken in deze masterclass van start ben gegaan. Ik ben meer eigenlijk op een later punt gaan kijken van oké, stel nu dat ik wil dat deze masterclass nog wat beter zou gaan presteren. Heb ik dan wel eigenlijk alle elementen die een soort van masterclass zou moeten bevatten? Dus ik ben bijna een soort van het script ernaast gaan houden om te kijken of mijn verhaal wel klopte. Maar in principe ben ik in de basis gewoon begonnen. En heb ik gewoon vanuit die logische opbouw, vertel ik dus gewoon mijn verhaal. En ik heb het idee dat daar dus al heel veel van die elementen in zitten. En dat er een hele logische flow uit ontstaat. Waarna ik iedereen uiteindelijk ook nog vrij laat om een bepaalde keuze te maken. Want ik geloof er ook in dat mensen dat gewoon echt zelf in een bepaalde mate moeten gaan voelen tijdens dat webinar. Of ze echt zoiets hebben van hey, ik vind hier heel erg veel herkenning in. Ik voel me op de juiste plek bij deze persoon, weet je. Spreekt mijn verhaal ze aan? Is mijn manier van vertellen en van coachen fijn voor ze? En dan geloof ik dat de juiste mensen wel aanhaken. En ik geloof er dus ook niet in om de verkoopstrategie zo te laten zijn dat je mensen eigenlijk erin luistert, als het ware. Hoeverre dat dan natuurlijk het geval is. Maar dat ze mogelijk achteraf spijt hebben, want dat zou ik ook niet willen. Dus in dat opzicht laat ik het een hele natuurlijke flow zijn. En geloof ik er ook in dat dat genoeg is om de juiste mensen uiteindelijk te kunnen helpen ook. Ja, mooi. Want als we het dan hebben over je aanbod, hè, want die zag ik dat die is nog een dag geldig daarna. Ja. Stuur dan ook nog e-mails daarna om ze daaraan te herinneren? Ja, dat doe ik inderdaad wel. En in dat opzicht denk ik dat dat wel natuurlijk wat meer marketingtechnisch kun je dat zien, als het ware. Omdat ik ook weet hoe koopgedrag is en hoe mensen keuzes maken, hoe keuzes beïnvloed worden. En niet iedereen is altijd op het moment van de masterclass klaar om die keuze te maken. Sommige mensen hebben nog wat meer tijd nodig. En ik herinner ze dan inderdaad daarna nog wel aan het feit dat er een korting is die staat te vervallen. En tuurlijk, weet je, een principe als urgentie, daar kun je niet omheen. Zo werkt ons brein, zo werken wij als mensen. En ik geloof ook echt dat je je klant er een plezier mee doet om ze te helpen om die urgentie te creëren. Want zeker ook op het gebied van voeding, nou, je zal het wel herkennen, weet je. Er zijn natuurlijk altijd goede voornemens en er zijn altijd dingen die je zou willen veranderen. Maar zonder urgentie komt er gewoon niks van. En ik help ze eigenlijk om die stok achter de deur te zijn van hey, dit is het moment om te beslissen. Je gaat ervoor of je doet het niet en allebei is oké voor me.
Maar door dus een bepaalde korting ook af te laten lopen, een startdatum te hebben en eigenlijk iedereen op hetzelfde moment van start te laten gaan, creëer ik een momentum waar mensen op aan kunnen haken en waarin ik geloof dat je een verandering kunt maken. Want zeker dus op het gebied van gezondheid en goede voornemens, wat je dan in dat opzicht ook zou willen veranderen, dat ontstaat niet altijd uit zin om dat te willen doen. Dus ik trek ze eigenlijk als het ware ook een beetje over de streep en tot de orde van, hey, dit is het moment, schouders eronder. En het kan zomaar eens, ondanks dat je nog niet helemaal de zin voelt om dat nu te gaan doen, dat het je wel nog steeds die life-changing verandering opbrengt en dat je achteraf zegt, jeetje, wat ben ik blij dat ik toen de keuze heb gemaakt. Ja, ja. Ja, tof. Want en hoe haal je ze daarin over? Wat voor mails stuur je dan? Is dat één mail of zijn dat meerdere mails? Ik stuur 2 of 3 mails ongeveer. Eentje eigenlijk direct na de masterclass, waarin ik nog een keer het aanbod eigenlijk uitzet. Want ik krijg ook best wel vaak te horen dat ze zeggen van, wauw, weet je, ik werd helemaal omvergeblazen door enerzijds al alle informatie die je vertelde en toen nog over dat product. En wat zat er nu ook alweer precies allemaal in? En weet je, wat houdt het nou precies in? Dus ik stuur eigenlijk een heel helder overzicht van, weet je, wat behoort hier nog toe tot dit aanbod? Vervolgens herinner ik ze nog een keer dat de korting gaat verlopen. En net voor de korting verloopt, neem ik ook nog een aantal vragen weg die ik altijd krijg. Ten aanzien ook van die korting. Eigenlijk de veelgestelde vragen, die benoem ik dan nog even. Omdat ik anders 180 mails krijg van mensen die allemaal dezelfde vragen ook stellen. Dus ik zeg, hey joh, ik stuur daar nog even een losse mail voor. En dat is eigenlijk wat ik doe. En dan nogmaals, weet je, vind ik het echt oké of mensen wel of niet besluiten om mee te doen. En ik voel ook echt alsof ik ze een mogelijkheid bied om aan zichzelf te kunnen werken. En die kans kunnen ze pakken. En de mensen die gemotiveerd zijn, zullen dat ook doen. En de mensen die dat niet voelen of die de urgentie ook niet voelen, daar ben ik ook echt oké mee dat zij dat niet doen. Omdat ik ze ook zeker niet over wil halen, zeg maar, om tegen hun zin in dat te gaan doen. Dus daar geloof ik ook echt in. Dus met die 3 mails weet ik gewoon, oké, dit is goed voor de juiste mensen, voor de juiste doelgroep. En voor de mensen voor wie het niet is, is het ook oké. Ja, precies. En het kan natuurlijk ook altijd een zaadje zijn voor later. Dat ze niet dan instappen, maar misschien volgende maand wel. Precies. Ja. Ja. En wat doe je met de niet-kijkers, dus de mensen die niet hebben gekeken? Doe je daar ook het aanbod aan, of? Nee, ik heb daarin heel veel ook eigenlijk getest als het ware en gekeken van, hey, wat is juist en hoe kun je met die doelgroep natuurlijk nu het beste omgaan op dat punt. En ik heb eigenlijk besloten om hen het aanbod te doen om de replay te bekijken. Voorheen liet ik ze dan een mailtje sturen dat ze daarom konden vragen, zodat ik dan eigenlijk de meest gemotiveerde mensen in ieder geval de replay toe zou sturen. Maar het niet als een soort van cadeautje. Zo van, oh, dan kijk ik achteraf wel de replay en dan kom ik gewoon niet live. Want ik geloof echt dat live aanwezig zijn waardevoller is en je meer met je aandacht ook bij bent. Maar toen kreeg ik op een bepaald punt zoveel e-mails dat ik dacht van, wauw, ik heb hier echt een dagtaak aan om die mensen allemaal handmatig die masterclass toe te gaan sturen. Dus dat was ook niet helemaal meer een goed idee op een bepaald punt, naarmate de inschrijvingen groter werden. Dus toen heb ik besloten om dat wel te automatiseren en dus de mensen die niet aanwezig zijn eigenlijk standaard de opname te sturen. En ik heb het nu inmiddels zo ingeregeld dat de mensen die de opname daadwerkelijk kijken, dat alleen zij ook nog het aanbod krijgen toegestuurd en de rest niet. Ja, ja. Goeie. En nee, dit heb je geautomatiseerd. Volkomen logisch, snap ik helemaal. Als we het dan hebben over automated webinars, dus dat je hem dus niet live doet. Je zegt, nou, daar geloof ik echt in. Wat is jouw mening over automated webinars? Wat zou er een punt zijn op een gegeven moment in jouw business dat je daar toch wel voor zou kiezen of absoluut niet? Ja, interessante vraag. Want dat was er eentje die recent ook wel eigenlijk bij me speelt en waar ik een beetje over na ben gaan denken van, wil ik dat wel of niet doen? Sowieso denk ik dat het altijd interessant is om te testen. Ik ben echt voorstander om gewoon dingen uit te proberen. Gewoon te kijken of het lukt, of het werkt of niet, of het voor mij fijn werkt of niet, of ik een goede experience kan geven of niet. Los van dat zie ik op internet wel een aantal minder positieve reacties onder soms advertenties of reacties van mensen van, oh, is dit ook weer zo'n opgenomen webinar of is deze wel live? Waaruit je al een beetje, zeg maar, de tone of voice kunt proeven van, de algemene opinie over,
oh, de medische webinars is gewoon niet zo heel goed. En ik kan me ook best voorstellen eigenlijk, ik heb er zelf nog nooit één gevolgd op die manier. Maar als je het idee hebt dat je naar een opgenomen verhaal zit te luisteren wat niet live is, waarvan toch een soort van gevoel wordt gecreëerd dat het wel live is, maar het ook weer niet helemaal klopt. Ik denk dat dat best gek is. Dus ik weet het nog niet zo goed. En ja, nogmaals, ik kan het best een keer gaan testen om te kijken hoe dat is en hoe de reacties zijn. Maar vooralsnog werkt live eigenlijk voor mij heel goed. En vind ik dat eigenlijk ook heel leuk. En ik zou dus zelf ook niet, denk ik, het gevoel willen hebben dat ik het gevoel, dat ik denk dat ik live aan het kijken ben terwijl het opgenomen is. Die discrepantie zou ik altijd weg willen nemen. Dus ofwel, als ik het wel besluit om te doen, zou ik altijd vermelden dat het gaat om een opgenomen masterclass. Maar vooralsnog geloof ik heel erg in het live en echt de juiste energie op dat moment overbrengen. Ja, en dat werkt voor mij op dit moment gewoon goed. Ja. Ja, mooi. En als we het dan hebben ook over de toekomst van webinars, hoe zie je dat voor je? Waar denk je dat we naartoe bewegen? Het wordt natuurlijk steeds drukker online, veel meer webinars ploppen op. Hoe zie jij dat? Ja, zeker. En dat is grappig, want daar hadden we het natuurlijk eigenlijk net voordat we de opname van deze podcast begonnen al heel eventjes over. Zoals met alles wordt het drukker op het internet. Weet je, de hoeveelheid berichten die we op dagelijkse basis voorbij zien komen wordt steeds groter. Facebook wordt steeds groter. Het advertentieplatform wordt steeds groter. Aandacht wordt steeds schaarser van mensen. En zeker vastgehouden aandacht. En in dat opzicht denk ik ook zeker inderdaad dat masterclasses en webinars drukker zullen worden. In termen van er worden er steeds meer aangeboden. En de aandacht echt kunnen trekken van je publiek zal daarin steeds lastiger worden. En misschien ook wel ooit verzadiging ontstaan. Desondanks geloof ik er nog wel altijd in dat de masterclasses met echt veel waarde het zeker nog wel zullen redden. En zeker ook als je je publiek op de juiste manier warm maakt. Omdat het dan ook echt een beetje aangeboden kan worden als een training. En daarom dat ik mijn webinar ook zo ingestoken heb, eigenlijk met zoveel waarde, dat ik er daadwerkelijk in geloof dat de manier waarop ik het insteek, dat ik mezelf kan onderscheiden van heel veel gratis webinars die er rondcirculeren, waarin je ook wel eens leest van, oh ja, zit ik weer te kijken naar iets met een half uur introductie van de persoon en zijn of haar leven, en dan ook nog een half uur een upsell aan het doen, en dan blijft er nog iets van 20 minuten over voor de waarde die er dan gedeeld wordt. In dat opzicht denk ik van, nee, ik blijf het op mijn manier doen en ik geloof er dan ook echt in dat de daadwerkelijke masterclass met veel waarde wel overeind zullen blijven staan. En los van dat probeer ik natuurlijk waarde te creëren op meerdere platforms en niet enkel op webinars. Om dus ook ja, je doelgroep eigenlijk op meerdere manieren te kunnen prikkelen. Ja. Ja, dus jij zegt, als we het hebben over de toekomst, echt gaan voor die waarde bieden. En niet zozeer misschien een webinar, maar echt een soort training voor meer. Zeker, ja. En ik geloof ook dat daar nog heel veel meer varianten eigenlijk in mogelijk zijn. Of zelfs dan de vorm inderdaad van je masterclass nog wat aanpassen. Of misschien juist met kleinere groepjes en nog intensiever. Ik noem maar wat. Maar er zijn heel veel variaties natuurlijk mogelijk. Op een soort van het bestaande script, voor zoverre dat dan dus een ding al is. Ik denk zeker dat we daarin nog lang ook niet op het einde zijn. En nogmaals, als je je goed onderscheidt en ook al veel waarde biedt voorafgaand aan die training of die masterclass, om echt het gevoel te hebben dat je die mensen gaat helpen tijdens die training, dan denk ik zeker dat je nog dat je jezelf kunt onderscheiden van alles wat er nog meer op internet rondgaat. Ja, goede tip. En als we kijken naar jouw eigen webinar, de webinars die je hebt gegeven, heb je nog bepaalde tips of misschien ook wel bepaalde blunders die je mee wil geven voor anderen om die te voorkomen? Oeh, goede vraag. Tips heb ik wel. Blunders, gelukkig nog niet zo heel veel. Ik moet echt afkloppen. Ik heb ook nog nooit gehad dat mijn internetverbinding ermee is gestopt of zo. Dat het platform niet werkte. Dat soort dingen heb ik allemaal niet mee hoeven maken. Dus in dat opzicht nog geen echte stress- of paniekmomenten gehad. Of gigantische blunders. Ik geloof ook altijd wel dat een groot deel van je succes zit al in een goede voorbereiding. En ik heb het idee dat dat wel redelijk klopt. Maar ja, tips, weet je. Ik ben
inmiddels denk ik 1,5 jaar geleden of zo begonnen met mijn eerste webinar. En ik vond dat toen ook mega spannend. En ik heb echt geleerd dat over tijd je er steeds beter in wordt en dat het ook steeds leuker wordt. Ik denk dat iedereen wel kan beamen dat mijn eerste, nou niet alleen mijn eerste, maar iedereen zijn eerste masterclass eigenlijk verschrikkelijk is. En dat je heel erg zenuwachtig bent om te kijken of je verhaal wel goed loopt. Weet je, je bent heel erg gefocust op jezelf. Terwijl inmiddels heb ik er zoveel lol in en vind ik het eigenlijk ook echt daadwerkelijk heel leuk om voor een grote groep mensen gewoon echt waarde over te kunnen brengen en mijn verhaal eigenlijk te delen en ze op een leuke manier kennis te laten maken met, hey, hoe zit dat nou eigenlijk precies met suiker? En het echt zo te brengen dat ze er heel veel van opsteken. Dus de energie is zeg maar helemaal veranderd naar in het begin in mijn allereerste masterclass met 2 live kijkers of zo en zelfs een keer 0 kijkers. Heel geforceerd en heel erg proberen om te kijken of het dan wel goed ging, weet je wel. Nadat ik er nu veel meer lol in heb. Dus met hoe vaker je het doet, hoe leuker het wordt en hoe makkelijker het ook wordt om er lol uit te halen en om je verhaal goed te vertellen. Dus ja, mijn tip is echt, gooi de handdoek nog niet in de ring bij de eerste keer, ook nog niet bij de 5e keer. En vanaf de 10e keer of zo wordt het echt leuk. En hou dus ook een tijdje vast aan een soort van dezelfde masterclass, dus dezelfde opbouw. Want als ik mijn oordeel alleen op basis van mijn allereerste keer had geveld, dan had deze masterclass waarschijnlijk niet meer bestaan. En nu inspireer ik er ontzettend veel mensen mee. Dus het ligt vaak ook niet eens aan je verhaal, maar meer dat je wat meer ervaring moet krijgen in dat verhaal vertellen. Ja, oh, mooi. Dat zeg je mooi inderdaad. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja. En als we het dan hebben over de allerlaatste woorden, wat wil je de luisteraars nog meegeven? Mag over webinars of misschien ook ondernemen in het algemeen. Wat wil je ze daarin graag nog meegeven? Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste dus is dat je heel dicht bij jezelf blijft. En dat je echt denkt vanuit jou, van hey, wat is mijn missie als ondernemer? Welke verandering wil ik bewerkstelligen bij mensen? Wat wil ik ze echt kunnen bieden? En dat haakt ook weer een beetje in op dat stuk wat ik zei van de conversie eigenlijk van je masterclasses. Voor mij is dat het allerbelangrijkste dat de mensen meedoen die daadwerkelijk voelen dat ik ze wat kan brengen en dat ik ze kan helpen met het probleem waar ze tegenaan lopen. En dat is mijn uitgangspunt. En als je op die manier alles wat je doet, eigenlijk in je onderneming en ook online, maar alles wat je ook verspreidt, zeg maar, insteekt met echt de boodschap dat je hen wat komt brengen en dat je kunt helpen met iets en heel veel waarde kunt bieden, dan geloof ik er altijd in dat het juiste ook voor jou gebeurt. En dat heeft misschien enigszins ook nog wel te maken met law of attraction en de juiste energie overbrengen. Maar als het echt vanuit de juiste intentie is, dan komen er de juiste dingen ook op je pad en dan zul je de juiste mensen ook echt daadwerkelijk in je challenge hebben. En dat maakt ook dat die challenge voor mij heel leuk is om te doen, omdat ik echt een gemotiveerde club mensen heb die met me aan de slag willen. Dus dat is heel belangrijk. En ik denk dat je altijd op die manier een masterclass in moet steken, of een webinar dus. En niet vanuit het punt, hoe kan ik hier nu zoveel mogelijk conversie uithalen? Want ik geloof dat dat niet de bedoeling is van webinars. Maar dat je echt mensen komt helpen. Ja, mooi. Ja, uiteindelijk het hele ondernemerschap draait natuurlijk om helpen. En ja, daar is webinars dan ook een element van. Ja, mooi. Zeker. Heel erg bedankt, Lieke, voor al je mooie tips en adviezen. En dank je wel. Graag gedaan.